Welkom bij het drieluik van cijfers naar waarde. Vandaag het interview met Mark van Twist. Mark van Twist is hoogleraar bestuurskunde en toezichthouder bij een aantal grote organisaties. En vandaag gaan we het hebben over het fenomeen publieke waarde, maar vooral ook wat betekent die aandacht voor publieke waarde nou voor het managen en aansturen van organisaties en het toezichthouden op organisaties. Meneer van Twist, hartelijk dank voor de tijd die u heeft gevonden voor dit interview. Kunt u vertellen waar de aandacht voor publieke waarden vandaan komt? Nou, als ik kijk en zie hoe dat op dit moment vorm krijgt, dan denk ik dat het voortkomt uit het besef dat het nogal uitmaakt vanuit welke waarde je denkt. Als je oordeelt bijvoorbeeld over beleid of over het bestuur. Omdat als je bijvoorbeeld denkt vanuit legitimiteit, je wellicht een ander oordeel hebt over hetzelfde beleid dan als je denkt vanuit effectiviteit of efficiëntie. Als je denkt vanuit transparantie, kan dat een heel ander oordeel geven, uiteindelijk over dezelfde handelingen, dan als je denkt over efficiëntie, om maar wat te noemen. Ja, en kan dat tegelijkertijd denken vanuit transparantie en legitimiteit? Of is daar een bepaalde volgorde in te ontdekken? Dat gebeurt tegelijkertijd, alleen er zit spanning op. Hè. Dus het interessante is, in termen van publieke waarde, dat een oordeel vanuit de ene waarde wellicht een heel ander score geeft, een andere meting, dan vanuit een andere waarde. Ja. Kunt u daar vanuit uw praktijk een voorbeeld van geven? Nou, denk even aan een universiteit, een school of een ziekenhuis. Ja. Als je daar in termen van efficiëntie nadenkt, bijvoorbeeld voor een ziekenhuis, dan gaat het bijvoorbeeld over de bedbezetting. Het kan heel waardevol zijn om het bed goed bezet te houden, dat is zeer efficiënt. Maar of het ook van waarde is voor patiënten, die bijvoorbeeld liever thuis verzorgd zouden willen worden, of die misschien vanuit een heel andere invalshoek kijken naar kwaliteit van patiëntenzorg, dan valt het oordeel heel anders uit. Dus wat je ziet is een spanning van waarden, waarbij bijvoorbeeld vanuit de organisatie zelf geredeneerd een ander perspectief ontstaat dan vanuit de patiënt, de cliënt, de student. En dat leidt dan tot soms ook tot spanning in de oordeelsvorming. Ja. Oké. In de jaren 80 en 90 hebben we vooral new public management gezien, run government like business, even heel kort samengevat. Ja. Gaan we dat verlaten? Is dat passé? Nou, wat je ziet is niet zozeer dat dat verlaten wordt, maar dat de rijkheid van oordeelsvorming wordt bevorderd doordat er meerdere waarden in beschouwing worden genomen. Dus niet alleen effectiviteit en efficiëntie, maar bijvoorbeeld ook het samenspel tussen partijen. Hè. Nog even naar de zorg. Ik had het net over het ziekenhuis, de bezetting van bedden of de effectiviteit van de operatie. Dat is een invalshoek. Maar kwaliteit van leven is een heel andere invalshoek die daar strijdig mee kan zijn. En wat je ziet bij het publieke waardedenken, debat wat nu aan het ontstaan is, voorbij het bedrijfsleven, is dat je nadenkt over hoe een universiteit meer is dan een productiefabriek, een diplomafabriek, hoe een politieorganisatie meer kan zijn dan een bonnen-uitschrijfmachine, maar ook hoe een zorginstelling veel meer kan zijn dan alleen maar een organisatie die mensen beter maakt. Okay. Dus als je, denk even aan een verpleeghuis, daar komen mensen binnen die elke dag gewend waren om een borrel te drinken, misschien half dronken in bed terechtkwamen. Die komen in een verzorgingsinstelling, daar kan de waarde zijn, wij doen mensen efficiënt behandelen. Dat betekent soms dat ze moeten inleveren op kwaliteit van leven. Die borrel die kan niet meer, dat vindt de zuster onverantwoord. Nou, dat is een manier van oordelen die vanuit een bedrijfsmatig productieproces misschien wat minder voor de hand ligt. Maar vanuit kwaliteit van leven, dat je zegt van nou, als iemand ervoor gekozen heeft om dat zijn leven lang te doen, dan is die borrel er ook op het moment dat je weer in het verpleeghuis terechtkomt. Ja. Is er sprake van een paradigma shift, een hele andere manier van denken? Of is het terugbrengen van balans? Je zou zeggen, met een beetje gezond verstand kan je dat ook bedenken. Ik denk dat er sprake is eerder van het terugbrengen van een balans dan van een paradigmawisseling. Maar dat die balans ook wel echt hersteld moest worden. Dus wat je ziet is in zo'n, wat dan heet het nieuw public management, de nadruk zozeer lag op bedrijfsmatige waarden, op effectiviteit en efficiëntie, op productie, op prestaties, op output, op meting, dat de aandacht voor die andere waarden, die ook van belang zijn, te zeer op de achtergrond is komen te staan. Okay. Ja. En wat je ziet in het, wat heet dan public value management, als opvolging van het nieuw public management, is dat er veel meer aandacht is voor waarden die gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld ook tussen organisaties, in het samenspel van organisaties, in netwerken van organisaties. Ja, meer samen doen.
samen, maar ook dus het idee van dat wat waarde is voor de een, misschien geen waarde is voor de ander. Okay. Een dokter kan er belang bij hebben zoveel mogelijk te opereren. Mm-hmm. Kan, hè, in termen als die betaald wordt per productie. Als zijn efficiëntie en effectiviteit eruit bestaat zo hoog mogelijk productie te realiseren. Terwijl het voor de kwaliteit van leven misschien goed kan zijn om tegen iemand te zeggen, nou, we zijn even klaar met behandelen, we gaan een andere weg in. Ja. En wie bepaalt nou uiteindelijk wat goed is en wat niet, of waar die balans ligt? Is dat de maatschappij, is dat het netwerk, of is dat uiteindelijk degene die betaalt? Nou, dat is in de markt wel zo. Hè. Degene die betaalt, bepaalt. Dat is in de publieke sector veel minder het geval. Sterker nog, dan kan het heel verkeerd uitpakken als degene die betaalt, bepaalt. Dat kan leiden tot spanning en oorlogsvorming. Ik zit even te bedenken. Stel dat je gevangenis hebt en daar is een kostenoverweging. Je hebt gevangenen, daar kun je geld mee verdienen. Mm-hmm. Okay. Je laat ze zo hard mogelijk werken als gevangenisdirecteur. Dat is heerlijk, als productiemachine. Ja. Maar misschien wat minder goed voor de reïntegratie. Okay. Wat minder goed voor andere publieke belangen. Ja. Of je haalt gevangenen uit Noorwegen. Uit Noorwegen om de bezetting hoog te houden. Wat dat is typisch nieuw public management. Nou, het denken vanuit bezetting, vanuit prestaties, van inderdaad vanuit een kostenoriëntatie. Terwijl er ook meer aan de orde is. Dus inderdaad de veiligheid van de samenleving, het samenspel tussen partijen, de reïntegratie uiteindelijk die ook aan de orde is als mensen ontslagen worden uit de gevangenis. Okay. Maar misschien ook preventie, dus voorkomen dat mensen in de gevangenis terechtkomen. Ja. Is het moeilijk om die omslag te maken van rendementsdenken naar breder kijken naar publieke waarden? Is dat moeilijk voor toezichthouders en voor managers? Nou, het is in die zin lastig dat op een gegeven moment raakt dat geïnstitutionaliseerd. Dus dan zijn er inderdaad allerlei formats. Er zijn ook allerlei toezichtkaders die afrekenen op bezetting, die afrekenen op prestaties. Voor een leeg bed geen geld. Voor een lege cel minder vergoedingen. Mm-hmm. En als dat eenmaal geïnstitutionaliseerd is, in het pad afhankelijkheid is in vormgegeven, is het lastig om daarvan af te wijken. Okay. Dan betekent het minder geld, dan betekent het uiteindelijk misschien een tekort op de begroting. Dus het vraagt veel, ook in termen van de manier waarop we afrekenen, de manier waarop we verantwoording vragen, de manier waarop we ons toezicht inrichten, de manier waarop we het management aanspreken. Dus daar zit, dat is in die zin makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, het vraagt ook wel wat. Ja. En de rol van de manager, gaat die dan helemaal veranderen? Gaat die nog op rendement? Ja, ik denk het wel, als ik zo. De essentie van het management is natuurlijk dat hij verantwoordelijk is voor de leiding van de organisatie. En dat wat hier aan de orde is in publieke waarde denken, is dat het belang van de organisatie een andere kan zijn dan het belang van de samenleving. En wat je van het management vraagt, eigenlijk, is om breder te denken dan alleen het belang van de eigen organisatie. Ja. Dus in die zin vraagt het wel ook een heroverweging van die rol, misschien ook van het intern toezicht, de Raad van Commissarissen. Of de Raad van Toezicht die daar uiteindelijk ook meer vanuit het maatschappelijk belang op toeziet. Om ook andere belangen mee te wegen dan alleen het rendementsbelang van de instelling. Okay. Heel praktisch. Stel dat je op elke universiteit een bedrijfskundeopleiding zou beginnen. Dan zou dat goed zijn voor de studentenaanwas. Maar uiteindelijk overspoelt de samenleving dan wellicht met bedrijfskundestudenten. Terwijl er ook andere studies zijn gevraagd. Het belang van de instelling. En het belang van de samenleving loopt hier niet vanzelf gelijk. Okay. En die afweging die moet daarin gemaakt worden. Dat is de kern van de overgang van het nieuwe public management. Management in de zin van de organisatiebelang. Naar het publieke waardedenken. Waar uiteindelijk ook de samenleving een veel prominente rol moet krijgen. Ja, okay. Ja, ziet u daar in het bedrijfsleven ook een tendens dat het bedrijfsleven toch meer naar maatschappelijke behoeften gaat kijken? Zeker, zeker. Dus je hebt ook het fenomeen sociaal ondernemerschap. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het idee dat je sociale doelen verbindt uiteindelijk ook met productiedoelen. Dus dat ook niet alleen aan overheid is om maatschappelijke doelen te realiseren, maar dat ook bedrijven daaraan kunnen bijdragen. Ja. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsgehandicapten, autisten bijvoorbeeld, die nu in het bedrijfsleven worden benut om computersystemen te testen. Dus vanuit de gedachte dat die mensen ook productief te maken zijn en uiteindelijk ook heel goed te benutten zijn om in de samenleving ook omzet te maken. Dus wat je ziet is dat niet alleen het SW-bedrijf zoals dat vroeger ging. Ja. Die mensen gingen naar de sociale werkvoorziening om daar dingen te doen die misschien van minder nut waren voor de samenleving zelf, maar vooral bezigheidstherapie. En dat je langzaam ziet dat overgaat naar een productiviteitsvraag. Kunnen we die mensen ook effectief inzetten? Dus het begrip publieke waarde kunnen we eigenlijk niet meer claimen als bestuurskundigen. Maar zeker ook het bedrijfsleven kan ook die term omarmen. Of dat doen ze al eigenlijk. Absoluut, absoluut.
Hartelijk dank voor het interview over publieke waarden. Heel erg verhelderend. Wat mij betreft twee conclusies te trekken. Zorg voor balans, dus niet alleen het afrekenen of zorgen voor rendement en efficiëntie, maar hou vooral ook het klantbelang en de belangen van partners in het werkveld in de gaten. En punt twee, wat mij betreft is, het gaat niet alleen over de overheid, maar zeker ook het bedrijfsleven, die een zware rol vervult, een nog zwaardere rol gaat vervullen in de toekomst, als het gaat om het waarborgen, het dienen van de publieke belangen en de publieke waarden. Dank u wel.